Hey, weet jij wat je gaat kiezen? Ik raak gewoon zo gestrest. Ja, ik ga commerciële economie studeren. Super tof. Wat is dat dan? Wil jij dit nou ook voorkomen? Kijk dan verder. Een studie kiezen bestaat uit meerdere onderdelen. Filteren van opleidingen, bezoeken van de open dagen, meelopen en een studiekeuzecheck. In deze video zal ik de focus leggen op de open dagen. Waarom is een open dag bezoeken nou überhaupt zo belangrijk? Een open dag is handig om 3 verschillende redenen. 1. Je krijgt inzicht in hoe de studie verloopt in 4 jaar. Dus bijvoorbeeld de vakken die je krijgt. 2. Er wordt op de open dag duidelijk gemaakt waar de studie zich mee bezighoudt en wat je er later überhaupt mee kan worden. 3. En deze is heel belangrijk. Dit is het moment om bij docenten en studenten al jouw vragen en twijfelheden te vertellen. Maar hoe bereid je dan überhaupt voor zo'n open dag? Oké, het is heel belangrijk om van tevoren al de studie te bekijken online. Sites zoals Studiekeuzecheck 123 en Carrièretijger geven een heel goed overzicht over wat de studie nou inhoudt. Wat de moeilijkheid is en wat je ermee kunt worden. En uiteraard ook de doorstroommogelijkheden. Kijk daarna op de site van de hogeschool om te kijken of je misschien verschillen kunt zien tussen de hogeschool en tussen wat Carrièretijger en Studiekeuzecheck je hebben verteld. Oké, maar waarom zou je dit nou doen? Dit doe je zodat je alle onduidelijkheden en eventueel de extra vragen van tevoren al kunt opschrijven. Om die daarna vervolgens te stellen aan een docent of een student van die opleiding. Hierdoor krijg je na zo'n open dag het perfecte beeld over wat die opleiding nou inhoudt. Hiernaast geef ik je nog even een site. Laat jezelf niet al te veel verleiden op een open dag. Vergeet niet dat een studie altijd best wel moeilijk kan zijn. Als je inschrijft voor het bezoeken van een studie op de open dag, schrijf je er niet alleen maar voor eentje in omdat je die zo tof vond. Schrijf je er voor meer in. Vergeet niet, zaterdag 25 maart is de open dag van de Hogeschool van Amsterdam. Wil je mij nou zien stralen? Schrijf je dan in voor de open dag bij de opleiding bestuurskunde. Het kiezen van een studie is niet makkelijk. Maar ik weet zeker dat jij zult bereiken wat jij altijd al hebt gewild. Dromen zijn ideeën die jij zelf hebt gemaakt. Dus zo onmogelijk zijn ze niet. Heb je toevallig al een open dag bezocht en wil je weten wat je nu verder kunt doen? Klik dan op deze video van Michelle die een studiekeuzecheck heeft bezocht. Wil jij weten hoe mijn studiekeuze is verlopen? Klik dan hier. En wil jij nou altijd op de hoogte blijven van nieuwe video's? Klik dan hier. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En vergeet niet, iedere dinsdag om 4 uur zie jij een nieuwe video van mij. Zie je dan, joe!